Mijn antenne aanpas unit ziet er zo uit. Het signaal gaat erin en aan de andere kant kan de antenne worden aangesloten. Het bestaat in dit geval uit twee draaicondensators, een standaardschakelaar en om die standaardschakelaar meer bereik te geven, een tweede schakelaar. Waarmee dus nog meer standen worden gegeven. Hoe het er werkelijk van binnen uitziet, is je hebt een ingang. Je hebt een draaicondensator naar massa. Dan komt er een spoel met de dus de aftakkingen. En dan is er weer een draaicondensator. En dan ga je naar de uitgang. Dat is eigenlijk het hele schema. Een pi-filter. Het wordt ook wel pi-filter genoemd. Het lijkt natuurlijk op het teken van een pi. Hoe ziet het er van binnen uit? Het deksel al losgeschroefd van het zelfbouwkastje. Twee draaicondensators. Ik zal hem even omdraaien. Dit is te zien de ingang en de uitgang. Draaicondensators, standaardschakelaar en een spoel gewikkeld op een stuk PVC-buis. En zo te zien is de draad 1,5 mm dik. En daar heb ik aftakkingen op gemaakt. Het geheel omwikkeld met Teflon isolatietape om de boel bij elkaar te houden. En dat is eigenlijk het hele gebeuren. Hij is te gebruiken om een antenne met een lage of een hoge impedantie helemaal een goede staande golfverhouding te krijgen. Het is wel zo dat als je een lange kabel ertussen hebt, dus hier een lange kabel en dan de antenne, dan ben je eigenlijk ook de kabel aan het aanpassen. Beter is dus eigenlijk om de tuner dicht bij de antenne te zetten. Maar dat kan niet altijd. Hij is vooral heel handig als een transceiver automatisch terugregelt als er een kleine misaanpassing is. Dus als je bijvoorbeeld een staande golfverhouding hebt van 1:1,5, dan kan het zijn dat er nog maar heel weinig output uit zijn transceiver komt. Dan is dit een ideaal apparaat. Bij ontvangst hoor je heel duidelijk een ruistoename bij een van de standen, waarna je hier nog de ruis kan pieken. En dan zit je eigenlijk al behoorlijk goed qua staande golfverhouding. Even een beetje zenden en dan nog na regelen. Ondanks dat de plaatafstand vrij klein is, is dit exemplaar toch geschikt voor 10-15 watt gebleken. Ik heb hem gebruikt met een FT7 en dat werkte prima.